Dames en heren, we gaan nu naar de volgende fase. Ik heb even wat... Er moet even geswitcht worden voor de video, want tot nu toe hebben we over Dick gesproken de hele tijd. Hebben we naar Dick verwezen, maar met Dick praten is toch weer heel wat anders, zoals u zult zien. We gaan nu een live verbinding met Dick maken. En Arjen Mulder gaat een interview met Dick houden. Daar is Dick. Dick, welkom. Goedemiddag. Ja. Maar ik moet nu mijn mond houden natuurlijk, hè? Je kunt ons horen, Dick. Versta je? Mag ik ja zeggen? Ja, zeg eens ja. Ja. Oké. Okay. Ja, oké, okay, ja. Dick, van harte welkom op het feestje van je, bij de geboorte van je boek, zou ik maar zeggen. Of de doopfeest is het meer. Waarom ben je hier zelf niet? Het is al een beetje uitgelegd door degene die me hebben ingeleid. Het is gewoon een fysieke problematiek die voor mij heel erg vervelend is. Een soort slopende aandoening. En ja, dan zit ik zo in een rolstoel waar ik ook normaal niet in zit. Ik vond het een beetje gênant en weer gedoe, dan moet je weer naar het toilet toe, dat soort stomme dingen. Dus ik dacht, dit is ook wel weer eens aardig. Gewoon een hele moderne techniek, namelijk zo'n interview via de draad. Oké. Okay. Dick, tijdens het, toen we dat boek zaten te maken met z'n drieën, toen dacht ik vaak, hoe is dat nou als je zeg maar na 40, 50 jaar, verplicht bent al je eigen werk nog eens langs te laten komen en er heel goed over na te denken en het heel precies te beschrijven. Was dat nou een groot genoegen of was dat een zeer confronterende proces? Ja, het ligt eigenlijk iets anders. Ik heb een sterk gevoel voor ecologische principes. Je kunt wel wat maken. Ook al is het de mooiste kunst, maar je moet ook geen rotzooi achterlaten. Dus je moet zorgen dat je heel veel dingen opruimt. En dit vind ik een prachtige manier van opruimen, niet in de negatieve zin. Maar je doet alles in zo'n prachtig boek, je zet er een kast omheen en dan is het gewoon gedocumenteerd. En dat heeft me enorm bevredigd. Dus niet omdat ik zo'n principefiguur ben, want ik wil het altijd zo gedaan hebben. Maar ik had echt het idee toen we hiermee bezig waren, het ligt nu goed vast. Dus een heleboel ander materiaal kan keurig opgeruimd worden. Maar nogmaals, niet in de negatieve zin of de cynische zin, dat je zegt, ja, god, ik heb zoveel rotzooi gemaakt, dus toch maar weer weg. Maar gewoon datgene wat je produceert. Ook als kunstenaar produceer je soms veel te veel. En sommige schilders bijvoorbeeld, die gaan dan hun doeken verbranden in de tuin of zo. Nou, dat vind ik ook niet zo'n goede methode. Dus dit heeft me enorm geboeid, maar ik vind het ook een zeer creatief werk, zeker in samenwerking ook met V2 en met jullie. Kwam er iets uit van wat je verwacht had van het boek? Nee, eigenlijk zou dat heel erg zijn. Dat je al van tevoren weet, het gaat zo worden en ja, dat kost dan 3 jaar, nou ja, laten we het dan maar eens beginnen. Het is gegroeid en ik geloof dat jij dit ook gememoreerd hebt in jouw inleiding. Het is iets, een proces dat verschillende vormen heeft aangenomen. En dat vond ik ook zeer fascinerend en dat is weer het gevoel van onze samenwerking. Hoe we met z'n drieën steeds maar weer altijd honderden keren mailtjes op en neer lieten gaan. Zodat de vorm heeft zich als het ware zelf voorgaan, heeft zichzelf geschapen. En nogmaals, het zou heel frustrerend zijn om een heel strak plan te hebben en dat helemaal te moeten afwerken. Dus in dat opzicht is het lekker onverwacht. Ik had nooit gedacht. En de dikte van het boek, ja, dat is, er is ook wat over gezegd, de enige gêne of hoop is dat de dikte van het boek en het zwaarte van het boek correspondeert met de inhoud ervan. En dat zal er gewoon in de loop van de tijd moeten blijken. Je kunt dus een of ander flut toestandje, ideeën in je hoofd, in een boek maken die zo dik is als een aantal stoeptegels. Hè? Maar daarmee heb je nog niet de inhoud gered. Dus ik hoop dat die balans gaat ontstaan.
Nu de monografie er is, ik weet dat je de afgelopen weken er erg in hebt zitten lezen en bladeren en kijken. Zie jij nu verbanden in je eigen werk die je nog niet of waarvan je nog niet zo doordrongen was geweest, of die je misschien helemaal niet bewust was geweest, voordat je de monografie in handen had? Heeft het een nieuw inzicht opgeleverd in je eigen oeuvre, zo gezegd? Nou, ik moet een beetje op de vorige vraag terugvallen. Er zit een duidelijk verrassingselement in, ook voor mezelf. En natuurlijk ga je dus allerlei verbindingen zien, omdat ook al die items nu in één band bijeen zijn gebracht. En dan zie je ook wel dat ik eigenlijk steeds hetzelfde werk maak. Maar nou is niet in de saaie zin, dat je zegt, god, daar heb je weer typische rijmakers, altijd maar weer dat gedoe met een fietser of met een noem maar wat. Hè. Dus het heeft steeds een nieuwe vorm gekregen. En dat bevredigt mij namelijk ook, als ik zo zeg maar een beetje eigenwijs mag zijn, dat die vormen niet verzonnen zijn. Dat je zegt, nou, ik heb wel tijd voor een nieuwe vorm. Dat we Lauren en Hardy nemen, dat lijkt me wel een aardig idee. Maar het is allemaal gegroeid, het een groeit uit het ander. Het is net alsof je een object in handen hebt en dat wendel je. En die lees je vanuit verschillende oogpunten. En dat vind ik het leuke van deze dikke pil. Die pil geeft ook iets van, nou, daar moet je wel mee bouwen. En daar moet je wel mee gaan doen. Dus in zoverre is het mij heel bevredigend. En dus niet verrassend en gelijktijdig. Ja, dat is de beste manier om het zo te presenteren. Maar nou sta je natuurlijk altijd bekend als de componist Dick Rijmakers. Zie jij die componist terug in dit boek, waar het helemaal niet over je composities gaat? Nou, nee. Kijk, als je als muziekcriticus in dit boek gaat bladeren en zeggen, nou, laat eens even kijken wat die Rijmakers het allemaal gecomponeerd heeft, dan kom je werkelijk nergens uit, want ik ben helemaal geen componist. Ik heb wat dat betreft een soort basisidee dat iedereen, ook hier in de zaal, kan één balletje op een streepje zetten. Maar dan ben je nog geen componist. Je bent pas componist wanneer je een tweede balletje ernaast kunt zetten. En dat tweede balletje maakt het zinvol. Nou, ik zonder me iets zelf te veel in de hoek te jagen, die kunst versta ik niet. Het is mij absoluut onmogelijk om na de eerste noot een tweede noot te schrijven. Dat doen anderen heel geniaal en ga maar zo door. Dat kan ik kunnen, dus tussen aanhalingstekens, kan ik niet. Ik heb veel filmmuziek gemaakt, maar daar hou ik me vast aan de, zeg maar, de draaiboek van het film. Dus de kunst om die tweede bal te zetten, die tweede toon, die heb ik, je zou bijna kunnen doen. Je moet je echt dan, op dat moment moet je veridiotiseren. Je moet net doen of je niet goed wijs bent. Dan zit je maar naar die tweede bal te kijken. Is die goed? Zit die werkelijk goed? En als je dat doet, zonder af te doen aan het schilderen van idioten, dan wordt het steeds groter. Het wordt steeds groter. En op een gegeven moment krijgt het een materieel aspect. En dat materieel aspect wordt in dit boek vertegenwoordigd. En zo voer ik ook mijn modellen. Die modellen zijn dus niet... Ik zei het geloof net ook al, niet zo van, nou ja, ik heb nog een leuk model voor je. Denk je ervan, zou die marée, zou dat niks voor je zijn. Maar die groeien, die hebben een soort eigenheid. En het model moet ook aan zichzelf beantwoorden. Het moet logisch zijn, je moet ermee kunnen manipuleren. Zoals in de wetenschap modellen ook steeds geldig zijn, omdat het model gaaf is en goed is. Dus dat is mijn muzikale kunde om die tweede bal te zetten, tweede noot, vind je dus terug in mijn meer materiële werk, om te stellen. Het theatrale werk is misschien nog veel beter, je theatraliseert het componeren. En dat vind je in dit boek terug. En als je het zo bekijkt, dan is dit boek natuurlijk, geeft het een prachtige beeld van hoe het in mijn hoofd tekeer gaat en hoe ik probeer dan hoop ik die tweede bal te construeren. Heb jij nou eigenlijk, als je het werk zo doorkijkt, een echt lievelingswerk? Heb ik me altijd afgevraagd. Eén werk waarvan je zei, nou daar is het een keertje echt helemaal goed gegaan.
Dat is een hele goede vraag. Het zijn twee soorten lievelingen. Dat is waar het werk keurig in elkaar steekt. Hè. Dat klopt, dat het goed model klopt, dat het ook goed klinkt. Hè. Dat zijn de ene, en dat kan ik gewoon een paar noemen. Maar de andere categorie is dat ik even een uitstapje kan maken naar de echte wereld. De wereld van de echte componisten. En dan heb ik zo het idee, heel besmuikt, van kijk, ik had toch wel ergens. Hè. En dat zijn meestal zijn dat in memoriamstuk. Dus ik heb kennelijk iemand nodig die doodgaat of dood is. En daar kan ik dan een zeer mooi emotioneel werk over schrijven. En dat zijn natuurlijk lievelingsstukken, omdat die zo ongelooflijk tot het hart spreken. En ook tot mijn hart. En dat zo zou je het eigenlijk wel kunnen tweedelen. Dus een wetenschappelijke kant, dat je uitstekend werk wat ik heb geschreven, wetenschappelijk. Muziekwetenschappelijk, compositorisch wetenschappelijk. En het andere is dat je ineens een emotionele snaar raakt. En zo'n in memoriam werk zou bijvoorbeeld extase zijn voor Josine van Drogheda. Ja, dat is een heel goed voorbeeld. Ja, ja. Okay. Maar zelfs zo'n objectfiguur als Mussolini, die krijgt bij mij de volle aandacht. Een avondvol theaterstuk geworden, maar inderdaad ook Mussolini werd door de kop opgehangen. Nou, dat gebeurt bij mij ook, maar op een verschrikkelijke mooie manier. Zonder cynisme, hè, mooi, maar het zijn van die mannen af, maar theatraal mooi. Ja. Dat zijn lievelingsstukken. Ja, oké. Okay. Nou is je tapemuziek en je popular electronics zijn nu op cd vastgelegd. Nu is ook je theatrale en je beeldende werk en zo in de monografie gedocumenteerd. Ik kan me nog een boek voorstellen dat we zouden kunnen maken met je teksten. Laten we dat vooral pogen te doen de komende jaren. Maar wat ik me nou afvraag is, is het mogelijk om over Dick Rijmakers een biografie te schrijven? In de zin van, kun je daarin de persoon van Dick Rijmakers beschrijven? De mens achter en naast het werk? Is er antwoord te vinden op een vraag als, wat drijft je? Wat verlang je? Wat scherm je af? Ook belangrijk. Hoe zit jouw creatieve mechaniek in elkaar? Je praat vaak over modellen, maar... Nou, dan moet je eerst... Ik denk dat je eerst een goede psychiater moet inhuren. Maar nou is niet van, ga maar op een bed liggen en ga je vertellen over jezelf. Maar je moet eigenlijk uitgaan van een hele merkwaardige gespletenheid in mij. En nogmaals, ik zit niet te koketteren, maar gewoon een onvermogen om bepaalde dingen bij elkaar te brengen. En dat is mijn kunst geweest. Dus zo'n biograaf vervult eigenlijk die rol van een outsider die vanuit zijn vak dat kan duiden. Want als je het alleen anekdotisch doet, hè, gewoon je geeft een aantal leuke dingen die gebeurd zijn, hoe ik in het onderwijs heb gewerkt, hoe ik met machines werk enzovoort, dan krijg je meer zo'n opsomming. Hè, van, oh ja, dat heb ik ook nog gedaan. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik bang ben voor zo'n biografie. Niet bang voor mezelf, maar bang dat het een beetje tussen het wal en de schip gaat vallen. Hè. Ik vermoed dat het niet zo goed is. Maar gelardeerd en omringd door essays, en die ook van mij afkomstig zijn, kan het wel heel goed werken. Dus biografisch ben ik een ongelooflijke saaie figuur. Altijd maar weer hetzelfde, altijd maar weer dezelfde kamer op het conservatorium lesgeven, altijd weer hetzelfde café met dezelfde mensen. Nooit eens een keertje reizen, nooit eens een keertje naar een ander land, naar Noorwegen, omdat ik daar uitgenodigd word. Ik moet er niet aan denken. Dus het wordt een hele saaie biografie. Ben je al ruim voelen. Je kan het echt wat dat betreft afvragen. Maar het hangt van de biograaf. Nou, ik herinner me een anekdote die je vertelde. Dat je een paar jaar met de collega's van het conservatorium iedere maandagavond, geloof ik, plannen maakten en in een restaurant bij jou om de hoek zat te praten. En dat een van je collega's op een gegeven moment zei, Dick, nou moet ik je toch eens wat vragen. Zou je volgende keer meneer Rijmakers eens willen vragen om ook mee te komen? En niet dat hij iedere keer zijn assistent stuurt. Denk jij dat het mogelijk is om die Rijmakers te beschrijven? Ja, het is een hele, voor mij, mooie, onthullende observatie van een van mijn collega's na jaren. Dat zei hij ook, ik ken jou nou al jaren en ik weet hoe
verloos je kunt denken en hoe gezellig je bent in de stad. Maar denk je, ongeveer zoals jij het ook zei, denk je, want jij kent de heer Rijmakers, zou het mogelijk zijn dat we hem eens een keer zelf zouden mogen spreken? En dat zei hij heel serieus. Dus niet met een knipoog, een vet knipoog, en zei ha, 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 dat is toch een leuke, hè? Goed geobserveerd van mij, maar echt om het to the point te maken. Als iets wat hij theatraliseerde, als ik het woord nog één keer mag gebruiken, hij theatraliseerde een soort basisvraag. Wie ben jij achter je gezicht? Ik heb dat ook meer keren meegemaakt, ook op theatergebied, waar we met grote plannen bezig. En ik ben even de naam vergeten wie het was, maar een hele bekende Nederlandse regisseur. En die zei op een gegeven moment, onderbrak hij het hele overleg, zei hij, ik zou wel eens in je hoofd willen kijken hoe dat eruit ziet. Dus dat vind ik wel van grappig. Dat is niet belangrijk hoe je psychisch in elkaar zit, maar hoe werkt dat nou bij jou? Hè? Dus die hoek zou je het eigenlijk moeten zoeken. Je bedoelt dat je, als je jou zou willen beschrijven, dat je jouw methode zou moeten hanteren die je omschrijft als het marsmannetjesperspectief. Dus alsof je hebt en dan een mannetje van buiten, hè, een buitenaards wezen, dat gaat jou bekijken. Het is best een intelligent iemand, dat wezen, het is niet een domhoor. En die gaat jou dan aandachtig zitten bekijken en komt op een gegeven moment met een aantal fundamentele vragen over jou. Wat voor vragen zouden dat zijn, denk je? Nou, daar heb ik echt geen idee, want ik zou zo'n marsmannetje heel graag willen ontmoeten. Maar het is dus ook weer zo'n modelletje, een marsmannetje. Ik heb dat in de tijd, voor de Appel, want Josien Hoffelaar heeft een uitgebreid interview met mij afgenomen. En toen is dat beeld gekomen. Toen heb ik ook gezegd, ja, je moet eigenlijk zo'n marsmannetje voorstellen als iemand die totaal geen context kent. Niet de context die wij hebben. En die kijkt dan naar mij. Dan zou ik willen proberen om mijn werk zo toe te snijden op dat marsmannetje, dat dat marsmannetje zegt, verdomd, nu snap ik het, eindelijk, heel veel, ik snap niks van deze rare wereld waar ik eventjes naar kijk, maar jou snap ik op deze wijze, dus die versimpeling. Dat vond ik zelf ook wel een heel grappig inbreng in het interview toen. En is die versimpeling bij jou mogelijk? Ik bedoel eigenlijk te vragen, als je nou een... Stel dat er hier in de zaal een toekomstig biograaf van je aanwezig is. Waar zou die dan op moeten letten? Kun je hem daar nu misschien een tip over geven? Jezus. Ja, ik maak het niet makkelijk, maar... Nou, weet je flauw. De eerste tip is namelijk, begin er niet aan. En de tweede is, zoek referenties bij soortgelijke gestoorde figuren elders, nationaal, internationaal. En haal daar je basic kennis vandaan. Met mij, maar dan probeer je echt concreet, hè? Dus ik ga het niet belachelijk mee. Je probeert concreet met mij uitgebreide gesprekken te voeren. Dat kan alleen maar wanneer je het biografische deel, dus niet alleen beperkt tot de persoon, hè, waar kom je vandaan, hoe is je relatie geweest met je geboortetop, met je moeder, je vader en je leraar. Maar als je steeds weer weet te transformeren in een ander vlak waar de mensen zich ook thuis voelen. Dat je zegt, ah, nu snap ik het. Ja, natuurlijk, nu begrijp ik het. Want wat mijn werk en mijn voorkomen kenmerkt, is dat ik nooit van die mooie poëtische vergelijkingen in verval om iets te zeggen over mezelf of over mijn werk. Zelf vind ik dat niet zo leuk. Alle doen vind ik perfect, maar ik ben niet bloemrijk. Ik heb ook wel eens ergens gezegd, alles in mijn werk is grijs. Het is zwart-wit. En weer probeer ik niet mezelf eventjes omlaag te drukken. Maar er ontbreekt kleur in mijn werk. Maar ook in mijn persoon. En ik vind kleur is iets dat representeert groei. Hè? Zoals in de natuur, de boompjes, hè, die worden op een gegeven moment prachtig groen. En bloemen beginnen uit te komen. Die kleur mis ik in mijn leven. Ik heb ook in kinderen verwekt en gezorgd dat op die manier leven in de brouwerij komt, letterlijk leven. Dus dat kan ik niet goed. En ik denk dat een ander die zou zo'n speurtocht moeten ondernemen om daar de vingerarts te krijgen. Maar ik ben erg bang dat het heel moeilijk is. Nou, Kees Tazelaar die suggereerde net dat we dat toch in de
in je tijd in de, met de eerste elektronische ontdekkingen van jou moeten situeren. Zou je dat als uitgangspunt nemen, denk je zelf? De ontdekkingen die je deed zo ten tijde van het NatLab en van je eigen eerste studio's? Maar natuurlijk, maar dan hebben we dus die context van mijn werk. En dat is uitstekend. Dan kan ik me inwentelen, ik kan alle aspecten aan de orde stellen hoe het gekomen is, hoe ik het in de traditie zie, hoe ik over mijn collega's denk. Dus dat gaat het lukken. Maar als je, misschien dat ik dat ook fout doe, dat ik biografisch te veel op dat bio let, hè, dat leven. Leeft dat nou allemaal? Hè? Als je prikt, zeg je dat ook zo, hè? Maar als het biografisch is, veel meer de methodiek, ook tevens de methodiek, bijna de methodiek als uitgangspunt neemt. En dan probeert te duiken in wie ik nou ben als persoon. Waarom heb je geen kinderen? Waarom heb je dit niet gedaan? Waarom heb je dat niet gedaan? Waarom reis je niet? Dan heb je natuurlijk iets veel meer dan alleen maar anekdotische opzommingen. Dus die ideale biograaf zou dus die bio-aspect moeten verruimen, dat je ook referenties hebt met anderen. En als ik dat even mag zeggen, dat is eigenlijk in de tijd wel leuk met Josien, dat verhaal van dat marsmannetje. Hè? Je brengt het even buiten jezelf, je laat dat marsmannetje naar mij kijken, en dan zeg ik, kijk eens marsmannetje, ik laat het jou nu snappen. Dus het is even een soort heen- en weerbeweging waar ik erg dol op ben. Hè? Je brengt het buiten jezelf. Straks wordt hier de grafische methode fiets opgevoerd. Voor het eerst sinds 20 jaar, zowat. Kun je daar nog iets over zeggen voor ons? Waar moeten we nou echt op letten? Of iets? Wat is jouw commentaar daarop nu? Terugkijkend. Nou, het is natuurlijk fantastisch dat Bart de taal gaat doen. Want het is een enorm inspannende plus om dit te verrichten. En het is in zoverre ook een werk dat veel meer is dan, val ik een beetje in een herhaling, dat je zegt, god, een leuk idee, ja, dat zouden we als een kindje kunnen doen, wat hebben we daarvoor nodig? Nou, een hele bekwame fiets, een motor, en gaan we doen, iets wat heel langzaam gaat, en dat lijkt me wel aardig, aardige inspanningsoefening. Maar dat is het niet, het is gebaseerd op proefnemingen van die Marais, waar Kees Tazelaar het ook net over gehad heeft. En wat Marais deed, dat is een van mijn uitgangspunten steeds geweest in mijn werk. Hij gebruikte machines. Dat zijn opnameapparatuur, beeldopnameapparatuur. En waarvoor gebruikte hij die niet? Niet alleen als fotocamera, dat is niet zo interessant. Leuk hoor, voor het nachtkastje om daar neer te zetten. Maar hij gebruikte dat om levende bewegingen te kunnen fixeren in momentane aspecten van die levende beweging. En hij was fysioloog, hij was arts. En als zodanig was hij geïnteresseerd in onder andere, hoe zijn de menselijke bewegingen, zijn die opgebouwd? Dus met die nieuwe apparatuur, de fotografische technieken, wat wij zo normaal vinden als wat, maar in die tijd was het zeer bijzonder. Hij werd op de hoogte van deze nieuwe technologie. Heeft hij dus een elementaire beweging van vogels, van dieren, van paarden enzovoort, heeft hij honderden opnames gemaakt en registraties om te kijken hoe is zo'n beweging opgebouwd. Even de bekendste is, maar ik zal even dat kort zeggen, als een paard die galoppeert, is hij dan heel even los van de aarde of niet? Nou, daar kun je deze montane opnametechniek kun je er goed voor gebruiken. Dan kun je zeggen, verdomd, ja, hij is daar even los. Of nee, hij steeds staat hij even zijn pootjes, staat hij toch op de aarde. Nou, die manier van werken. Nu ben ik even weg naar die paard. Wat was de vraag? Wat je ons nog over Marais wilde vertellen. En over de methode fiets. De grafische methode fiets. Oh ja, natuurlijk. Oh, de fiets. Ja, dat is wel verschrikkelijk. Zie je hoe mijn hersens ineens ook op galop gaan. Nou, die fiets is een werk van Marais waarbij ik de zaak heb omgekeerd. Fotograferen van een beweging, dat zijn zijn technieken. Maar mijn idee is namelijk, mag dat allemaal wel? Kun je met machines een levende beweging weer omzetten in gestolde vorm? He, dat kun je zeggen, ja natuurlijk, kom nou, ik koop een camera of een filmcamera in de winkel, ik betaal dat en dan mag het.
Maar ik bedoel het meer in de zin, ethische zin. Echt tot de kern mag je dat doen. Je mag ook geen mensen afluisteren in geheime toestanden, hè, bij politionele zaken. Of doe je het juist wel, en dat betekent beeld. Nou, toen heb ik dus besloten, als ik de zaak nou eens omkeer, dat ik laat zien hoeveel moeite het kost om voor de fietser, die ooit is opgenomen, door Marais, om die uit die drager los te trekken. Dus dan ga je weer bijna veridiotiseren. Die arme man daar, die zit daar, maar die is gevangen. Die ga ik eruit trekken. Ik ga hem absoluut, ik wil weer dat hij weer vrijkomt. Nou, en dat heb ik dus letterlijk gedaan. Vandaar dus dat je deze fiets echt ziet in slow motion. Om het zo te zeggen, eigenlijk zou iedere fotograaf, iedere film net zoveel energie moeten spenderen in zijn opnametechniek, om een opname überhaupt te mogen maken. Natuurlijk, zin, we hebben geen films meer, zeg maar. Iedereen kijkt kapot naar zijn cameratoestel. Hè? Dus alleen maar transparantie is dan het resultaat. Dat heb ik gedramatiseerd en dat heb ik in beeld willen brengen. En het mooie is natuurlijk dat het fantastisch is, zo fascinerend dat je bij dit. Ik ken dit ergens van, als ik s'nachts een rare droom heb, is dit een soort nabeeld. Wat is hier precies aan de hand? Want anders deugt het werk niet. Dit moet ook het theatraal schoon zijn en mooi zijn en waard zijn. Oké. We moeten het afsluiten, Dick, om de zaak hier om te gaan bouwen. Ja. Hartelijk dank. Misschien wil de zaal nog zwaaien. Of... Ik ga ook terugzwaaien. Oké. Bedankt. Dick, we zijn op het moment aangekomen waar we het boek gaan overhandigen. En we hebben al wat repetities gehad en het publiek begrijpt van dat het geen eenvoudige handeling wordt. Dick zit 80 kilometer verder weg. Het boek is 528 pagina's, weegt 3,2 kilo. Frans de Ruiter, directeur van het Conservatorium Den Haag, gaat deze boekoverhandeling verrichten. En we zijn ervan overtuigd van dat het allemaal heel goed gaat lukken. Dick heeft heel veel tijd gespendeerd aan zijn onderwijs op het Conservatorium in Den Haag. Kees Tazelaar was ook hier van het Conservatorium in Den Haag. Dus het Conservatorium is sterk vertegenwoordigd. Is ook belangrijk aanwezig, zeg maar, in het werk van Dick. Frans, mag ik? Ja. Dick, nog even wachten. We horen alles. Ik beschouw het als... Ik wacht. Jij wacht. Zo hebben we vaak tegenover elkaar gezeten. Wie wachtte op wie? Ik beschouw het als een zeer grote eer jou op dit moment in deze officiële handeling te betrekken. Tientallen jaren van samenwerking, zoals je nog wel weet. Eind jaren 70... begin jaren 80, commentator, componist van het Holland Festival. Dat was de tijd van de val. Alles viel. We moeten wel voorkomen dat dit boek zal vallen. Want het maakt een enorme lawaai, een enorme klap. Maar Laurel en Hardy en al die vallende stukken in dat festival zullen we nooit vergeten. Die hele lange tijd in het conservatorium, onderwijsvernieuwing. Honderden compositiestudenten die jouw tafel passeerden en in die commissies van jou wijze raad kregen en in de studio's. En bij sonologie en de nieuwe opleidingen en beeld en geluid. En tot nog maar een paar jaar geleden de studenten Art Science. Jouw commentaar op de Japanse student die als je binnenkwam zich helemaal in zijn jas hulde om zich verdekt op te stellen, zullen de docenten nooit vergeten. Overigens kwam daar toen ook nog uiteindelijk bij het rituele moment dat eredoctoraat bij de universiteit, je universiteit Leiden, je wees er al op, relatie tussen kunst en wetenschap. Je bent een van de weinige kunstenaars die
de eer beschoren is om van een echte universiteit een eredoctoraat te hebben mogen ontvangen. En was zo grappig, DR, Dick Rijmakers, dat is dan weer dokter Dick, dokter DR. Dat kwam ook weer zo uit. Wat wel curieus is, natuurlijk weten we allemaal dat dit boek al een tijdje in bewerking is. Wij hadden een keer gesprek in het conservatorium, begin jaren 90 was dat. Moeten we niet eens gewoon een soort retrospectief doen van al die werken? Moeten we ze niet weer eens gewoon uitvoeren? En je was daar erg op tegen. Je zei, nee, dat moet allemaal niet. Ik doe dat, ik maak dat en daarna is het weg. Dan verdwijnt het gewoon. En als ik straks uiteindelijk eens een keer niet meer ben, dan is er alleen de herinnering. En wat is nou een grotere tegenspraak dan dat we vandaag, gelukkig moet ik zeggen, al dat werk hier in dat boek hebben mogen zien verzamelen door een aantal fantastische auteurs en met jouw geweldige medewerking. Er komt nu een moment van waarop ik hoop dat jij als het ware kunt spreken van die glückliche hand geöffnet. Dat was ook nog zo'n meesterwerk. Dus het wordt tijd dat jij je glückliche hand gaat öffnen. We gaan nu het boek deconstrueren. Dus vindt deconstructie plaats en dematerialisatie. En ik roep nu even de hulp in van een verdwijntruc. Want de assistent is daar. Op dit ogenblik gaat dan het boek gedeconstrueerd en gedematerialiseerd via de draad 80 kilometer verderop. Reus bedankt Frans voor deze overdracht. En hij is gedematerialiseerd, maar hij is ook nog steeds erg zwaar. Ik ben iedereen natuurlijk uiteraard dankbaar voor het feit dat het boek zo is kunnen worden zoals ik het nu ook heb mogen ontvangen van jou. Dus nogmaals, dank voor alles.